We praten ook over fietsen. Basisschoolkinderen, dat zijn kinderen op de basisschool, hebben steeds vaker niet of nauwelijks ervaring met fietsen. Dat heeft gevolgen voor hun veiligheid op de weg, ook later in het leven. Veilig Verkeer Nederland gaat onderzoek doen, hoewel concrete cijfers nog ontbreken. Melk Veilig Verkeer Nederland, dat ouders steeds vaker de fiets laten staan als ze hun kinderen naar school brengen, bijvoorbeeld. Aan tafel naast is aangeschoven Geraldine. Geraldine is 12 jaar en naast haar zit haar vader Henk de Vries. Geraldine, hi. Hi. Ik begin bij jou. Welkom. Hi. Hoe ben jij hier vandaag gekomen? Hoezo? Wat wil je van me? Oh my god. Nou ja, sorry. Ik bedoel, het onderwerp van het gesprek is fietsen. Dus ja, het is logisch dat ik vraag hoe je hier gekomen bent. Fietsen? Ja, de fiets. Een fiets? Ja. Oh my god, serieus, wat is dat? Een fiets, dat is een vervoermiddel met twee wielen, trappers. Een chauffeur, heeft het een chauffeur? Nee, dat ben je zelf. Je bent zelf de chauffeur. Maar jij fietst dus niet? Waarom zou ik dat doen? Oh my god, ik weet niet eens wat het is. Ja, maar kom op. Geraldine, dat geloof ik niet. Een fiets, ik bedoel, kijk naar buiten. Een vervoermiddel, twee wielen en een bel. Oh, serieus? Oh, ja. Een fiets. Oh ja, zo'n ding. Ja. Ja, nee, daar rijd ik niet op. Maar kan je het ook niet? Oh my god, natuurlijk wel. Maar het nieuws deze week was dat kinderen minder gaan fietsen en het dus minder goed kunnen. Ja, nee, tuurlijk. Ik kan het wel. Ik heb er gewoon geen tijd voor. Je hebt geen tijd op de fietsen? Ja, sorry hoor, Dolf. Ik weet niet hoe jouw schema eruit ziet, maar ik kan echt niet in 10 minuten op de fiets van pianoles naar mindfulness. Maar, dus daar zit 10 minuten tussen? Ja, hockey is super fair en dat is op zich wel oké, want dan kan ik op de achterbank gewoon nog even de CITO-toets oefenen. Maar je bent dus altijd bezig, altijd onderweg? Nee, dat proberen we juist in te perken, want dat heb ik geleerd in mijn cursus Japans opgeruimd denken van Ayakuri, zeg maar. Dat je altijd rust kan vinden in je eigen hoofd, ondanks de drukte van alle dag. Wat? Ja, je moet dus wel luisteren, Dolf, zeg maar. Ik zei, ondanks de drukte van alle dag... Nee, ik verstond je wel, maar ik geef het op. Ik geef even naar je vader, Henk de Vries. Het klinkt alsof er geen ruimte is voor de fiets in het leven van uw dochter. Fietsen? Oh my god. Wat is dat? Nee, ik kan dit niet aan. U weet nogal wat fietsen. U fietst ook nooit? Luister, Dolf, ik weet niet hoe jouw schema eruit ziet, maar... Wij kunnen echt niet in 10 minuten op de fiets van pianoles naar mindfulness. Oh my god, Henk, we moeten echt gaan. Dit duurt dus al 2 minuten te duren. Dit duurt echt zo te lang, we moeten echt gewoon gaan. Waar gaat de reis naartoe? Ja, waar gaan we ook weer naartoe? Ik heb die masterclass, gedachtenkleien. Oh ja, oké. En wat doen we dan onderweg? De open avond, weet je nog? Onze motivational speech. Oh my god. Oh my god. Oh my god, succes, dankjewel. Daar zijn ze weer, een kleine